Wat mag jij je druk zeggen om een ballon? Pak hem dan. Ja, ik heb even een Ro gevraagd of je even water wil halen. Dus ja, nou, dat is dus meer van doen. Een hele goede morgen, lieve allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin Garen. En Roderick, dat zijn wij. Het is vandaag alweer maandag. De laatste dag van de maand. 31 mei 2021. En het is nu net 10:52. Dus ja, het loopt tegen 11 uur. En rond 11 uur is Ro klaar met zijn werk. Ja. En ik ga deze even uitpakken. Samen met jullie. En dan moet deze meneer even van mijn schoot af. Even. Ja, even. Ja, auw. Dat doet zeer. Maar dan moet je er wel even vanaf vinden. Kom hier. Ga omhoog. Kom. Kom dan. Kom hier. Kom eens omhoog. Kom. Ga daar liggen. Ja, goed zo. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Gisteren heb ik dus deze mooie dingetje gekocht. Bij de Action. Hij is 15 euro. Wordt er niet voor gesponsord. Ik heb er nu ook een, maar dat is gewoon één bak. En dan wordt het water ook vies. En dan heb je gewoon één keer water. En dan ga je het ook spoelen. En wordt het ook gewoon vies. En dat is met deze dus niet zo. Dus ja, ik ben benieuwd. En ik moet toch vandaag stofzuigen en dweilen. Dus het komt wel goed uit. En dan ken de schoonmaker. En die andere dus... krijgen beneden. Dus we gaan het even openmaken. En dat op de vroege ochtend. Zometeen de rondjes doen. En ja, zometeen. Dat ik het zeg. Ah, grappig, hè? Ja. En die gaat niet helemaal wat ik wil. Nee. Zo, nou is hij open. Kijk. Netjes, jongens. Netjes. Oké. Okay. Hij is open. Hij is open. Hij is open. Nou. Dit zit er dus in. Zo, netjes. Heel keurig. Dit is en dit is een stok. Oké. Okay. Ik hoor alleen de staat. Dit is de mop, oké. Okay. Ook netjes. Nou, dan ga ik eerst gewoon even lekker stok doen. Dat vind ik leuk, waarom weet ik niet, maar... Om even lekker priegelen. Doe ik het nog even in de doos, dat het daarin terechtkomt. Heel slim. Oké, deze moet dan denk ik daar. Oké, er hoort nog hier wat anders bij, denk ik zo. Want zo wil die er niet in. Nou, dan gaan we daar even op zoek naar. Dan moet het waarschijnlijk dan hierin zitten of zo. Gaan we het nog even zien. Oké, dit zo. Dus dit er ook. Dit is een bak. Waar wat vies water in komt. Oké. Okay. Kijk. En dit is het schone bak. Oké, okay, kijk. Dus dit is het schone bak. Wat ik al zei. Het zo. Dus dan moet deze moet in deze geklikt worden. Zo. Nou, heel handig over nagedacht. Dan zeg ik het zelf.
Okay, even kijken. Dan moet dit waarschijnlijk. Ja mensen, ik zit gewoon even te kijken hoe dit erin moet. Kijk, die zit er dus nu vast in. En dan komt dat dus hierin te. Laten we deze bekijken, want verder zet ik er niks bij. Ja, ik zie het al. Ja, oké, ik zie het al. Denk ik zo. Ja, kijk. Dit is dus het handvat. Deze moet dus naar beneden. En deze moet hierin. En dan moet je hem dus draaien. Zo, en dat geldt dan voor deze. Gaan we eerst even die doen. Zo. En dat geldt dan deze. Even kijken hoor. Wat doe ik nou fout? Oh, ik weet al wat ik waarschijnlijk fout doe. Denk ik. Weet ik niet zeker. Wacht even, ik doe volgens mij iets fouts, maar ik weet niet wat. Wie is die? Ik denk dat het zo moet, namelijk. Nee. Die moet daarin. Dat gaat niet zo. Kijk. Oké, volgens mij heb ik het gevonden. Yes. Ik heb het weer gevonden. Dus het is even puzzelen. Maar. Dit moet dus continu onder zitten. Nou ja, het is daar eens even, het is even puzzelen, maar dan heb je wel wat. Zo. En die kinderen zo. Dus deze moet je heel goed gaan doen. Oké. Zo, en dan kan het dus hierin. Dan moet het dus wel nat wezen. En dan is hij dus waarschijnlijk nat, dan komt het allemaal hier langs. Oké, nou, ik heb het uitgevonden, kijk. En nou blijft het dus mooi staan. Dus ja. Ik heb een nieuwe emmer. Daar ben ik heel blij mee. Zeg ik zelf. Ideaal. Zo. En dan komt. En dan zit hier dus het schone water in. En daar komt het vieze water in. Wow. We gaan het vandaag uittesten. Sowieso. Ja. Een fruitje gaat het vandaag uittesten. Nou, ik ga mijn haar even doen. En dan ga ik, iets aandoen om dus de hondjes uit te laten.
En ja, Speedy ligt ook wel eens lekker bij mij op schoot hoor, jongens. Zoals je hier kan zien, ligt hij lekker als een koning op mijn bovenbeen. Heerlijk. En Beauty ligt lekker daar op de bank, jammer dan. En daar is Ro. Lekker in de verte, jammer dan, schat. Hé, hey, jammer dan. Ik vind het goed. Daar. Hey. Het is nou van een afstand, kom. Happy lovely. Hey. Oh, en we hebben Lady ook nog. Kijk, die ligt daar op de grond. En deze spullen worden vandaag uitgezocht. Yep. En die doos. Weet ik nog niet. En dan gaat die weg, want ik ben wel tevreden over mijn mop. Maar we gaan zo meteen eerst even naar de winkel even wat troep halen voor me. Een schoenendoos voor in mijn kast. En nog wat tijriepjes moet ik ook nog hebben. Ja. Hé? Ja. Precies dat. Jullie moeten doorrijden. Hm? Ja, maar ik wel. Ik ben weggewezen. We moeten ze wachten, want ze hebben dus... communicatie met iets. Een fip, waarschijnlijk. Fipje. Nou, dat was het. Oeh, maar dat vind jij wel leuk, hè? Ja, die ja. Pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem. Pak hem. Nee, nee. Ja, nou, doe dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Pakken. Even bijhouden alsjeblieft. Even. Even gewoon even optillen. Kom maar. Ja, pak hem dan. Pak hem dan. Doe even lekker buiten dan met hem. Even. Pak hem dan. 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 Zo, pak hem dan. Dat was je staat. Pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Ja, auw, dat doet zeer aan mijn oren. Ja, pak hem dan. Hé. Hey. Pak die ballon dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Huh?
vaak jij je druk zegt om een ballon. Pak hem dan. Wat maak jij je druk om een ballon, joh? Wat maak jij je druk om een ballon? Wat maak jij je druk om een ballon, Lof? Ja, en wat maak jij je druk om een ballon? Ja, en wat maak jij je druk? Voor wat? Voor wat? Voor wat dan? Hé, hier. Ja, pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Voor wat? Voor wat dan? Pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Ja, pak hem dan. Ja, pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan. Ja, dus dan kan je blaffen. Pak hem dan. Ja, dus en toen. Pak hem dan. Pak hem dan. Nee, laat maar. Ja, dus en toen. Hou je bek. Hey, mond. Ga pakken dan. Ga pakken dan. Ga pakken dan. Ja, pak hem dan. Pak hem dan. Ja, lof. Schrei uit. Nou, kapot maken dan. Kapot maken dan. Kapot maken dan. Ja, kapot maken dan. Kapot maken. Oh, wat heb jij een schelle blaf, joh. Zo, wat heb jij een schelle blaf. Maar hier word je wel moe van. Ga pakken dan. Ah, schei uit, man. En wacht even, anders even in de gang en zo. Even weg. Moet je echt dan met pakken gaan blaffen? Nou, eens op met dat geblaf. Dat doet zeer aan mijn oren. Ja, pak hem dan. Pak hem dan. Is dat zo, lieve schat? Ga je zo mouwen dan voor mij? Dank je wel. Mag ik nog even mijn vlog doen? Dank u. Zo, een lekker bakje thee. Ro heeft ook een lekker bakje thee. En ik heb hier lekker bij, niet gesponsord, bij Henk Kraan vandaan. Ja. Lekkere, lekkere. Ja. Een beetje open scheuren, want het is een beetje lekker. Yummy. Nee, gewoon even hier even open, want hij zit vast. Ja. Nou, dit ga ik even lekker eten. Ga ik echt nou mijn vlog verstoren? Zo, nou, ik heb hier mijn lekker bekkie. Ik heb hier lekker sausje. Nou, Roos is er ook gezellig. Hi. Nou, lekker aan een bakje thee. Daar hebben we Lofly. Heeft het warm. Nee, ik ga mijn vis eten en jij gaat of liggen of weer naar binnen. Ja, move. 1, 2. Je mag ook liggen, kom. Eentje. Liggen. Liggen, jonge dame.
Komt zo wel. Hè? Ja, komt zo wel. Nou, ik heb hier een hele mooie bak gekocht. Ja. Ik heb hier heel veel schoenen. Ik heb gisteren ook een hoop uitgezocht, moet ik zeggen. Maar ja, we gaan weer even wat uitzoeken eigenlijk, soort van. Zo. Potopie, topie, top. Dan gaat gewoon hier een hele paar schoenen in. Even kijken of het allemaal lukt wat ik wil. Hoop ik toch eigenlijk wel. Yes, ik hoop het wel gewoon eigenlijk. Dat het me lukt. Ik heb lekker gestofzuigen. Ik heb Ro aan de telefoon. Alles is een beetje lekker aan de kant. Ik ga dus nu dweilen voor het eerst met mijn nieuwe dweil. Dit is schoonwater. Dat wordt vies water, dus we gaan het meemaken. Deze gaat er als eerst in. Hij wordt heel zwaar. En dan komt de stier in. En dan kan ik dus nu lekker gaan dweilen. En dweilen doe ik als eerst nu in de keuken. Want dat mag ook wel een keertje gebeuren. Kijk, hier moet ik echt dus met iets anders. Maar net zoals hier. Het is hier heel vies. En dan doe ik alles even met één hand. Maar... mag de pret niet drukken. Ik ga even lekker verder met dweilen. En dan is het zo meteen al gedaan, hoop ik. Ja, ik heb even aan Ro gevraagd of hij even water wil halen. Dus ja, nou, dat is dus nu even aan het doen. En nee, ik heb nu even geen bril op, want dat is gewoon onwijs. Hey. Je mag hey. Wil je het over je heen hebben? Nou, en niet... Alsjeblieft. Kijk, lekker koud. Wat? Oh, dit is zo lekker. Want hoe warm is het nu hier op balkon? Het balkon met zonnescherm naar beneden. Is het nu? 68 Fahrenheit. Neem even normaal. Even de... Dat is 26 Celsius. 26 Celsius en hoe laat is het nu? Iets van 7 uur. Dus als ik mijn zonnescherm niet omlaag had gedaan, was het hier warmer. Was het hier al meer en meer dan 40 graden. Dus mooi. Dat kan je thermometer niet aan zo warm kan worden. Nee, daarom. Je thermometer een stuk van. Ja, daar gaat inderdaad een stuk van. Dus... Maar ik ga wat water drinken, want Rolly heeft lekker bananendrink. En ja. Ik ga deze doen en gaan we even kort sluiten wat we gaan eten. Waarschijnlijk, we weten het al. Dus ik heb nou geen zin om met dit weer te gaan koken. Nee. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet.
En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.